Om de vele uitdagingen op de grensposten, inlandse inspectiepunten, zee- en luchthavens aan te kunnen, verzorgt het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV momenteel een interdepartementale Port Health Training. 16 vertegenwoordigers van diverse inspectiediensten nemen deel aan deze training, die bestaat uit 6 modules. De theoretische en praktische sessies worden verzorgd door deskundigen van diverse overheids- en particuliere departementen. De trainees zijn uitvoerig geïnformeerd over de vereiste verpakking, de regels en procedures die gevolgd dienen te worden voor export van levende dieren. Een belangrijk onderdeel van de training is inspectie en monsternamen van levende dieren. In gevolge de wet bestrijding dierziekten en plantenbeschermingverordening worden momenteel diverse inspecties uitgevoerd op de internationale luchthaven en zorg en hoop. De interdepartementale Port Health Training staat onder leiding van Mina Lachman, staatsdierenarts en coördinator Port Health van het onderdirectoraat Veeteelt. Zij vertegenwoordigt samen met Sadhana Yanki het ministerie van LVV in de Nationale Port Health Commissie. De training wordt afgesloten met een simulatieoefening op de Johan Adolf Pengel luchthaven.